Wanneer u gaat lopen met één kruk, stelt u de hoogte van de kruk ook af op polshoogte. En gebruikt u de kruk aan de kant van het niet geopereerde been. Als u gaat lopen, plaatst u de kruk vooruit. Zet u het geopereerde been bij en vervolgens het niet geopereerde been ervoor bij. Dus eerst de kruk vooruit, dan het geopereerde been erbij zetten en vervolgens het niet geopereerde been ervoor bij.